Met hernieuwde energie en vastberadenheid begon Gordon aan een frisse start van zijn zangcarrière. Zijn nieuwste album was een persoonlijk meesterwerk, doordrenkt met trots en hij presenteerde het vol verwachting aan het grote publiek. Helaas bleek de ontvangst anders dan gehoopt en de kritische reacties lieten niet lang op zich wachten. Op Instagram deelde Gordon openhartig zijn besluit om abrupt een einde te maken aan alle lopende werkzaamheden, waaronder de promotour en theatertour. De overweldigende stroom van negativiteit had zijn tol geëist, en Gordon voelde zich genoodzaakt om een stap terug te doen. In zijn bericht benadrukte hij de dankbaarheid jegens degenen die reeds kaartjes hadden gekocht en bedankte hij hen voor het geschonken vertrouwen en de steun. Met het album van mijn leven heb ik een prachtig laatste album achtergelaten waar ik ontzettend trots op ben, schreef Gordon, zijn waardering voor het artistieke werk niet uit het oog verliezend. Voor de teleurgestelde fans die hadden uitgekeken naar de geplande theatershows. Beloofde Gordon dat het theater contact met hen zou opnemen. Te midden van de teleurstelling en kritiek bracht Gordon ook goed nieuws naar voren. Het album, doordrenkt met zijn onmiskenbare stemgeluid, zou nog steeds beschikbaar zijn voor degene die wilde genieten van zijn muzikale kunstwerk. Een sprankje positiviteit te midden van de storm. Het feit dat iemand bekritiseerd wordt voor iets waar hij van houdt, raakte een gevoelige snaar bij Gordon. In een wereld waarin iedereen fouten maakt, erkende hij zijn eigen misstappen. Zijn post benadrukte het belang van een tweede kans en de onrechtvaardigheid van genadeloze behandeling, ongeacht iemands bekendheid. Na het emotionele bericht verwijderde Gordon zijn Instagram-account, getroffen door de impact van de negatieve reacties. Het incident diende als een pijnlijke herinnering aan de kwetsbaarheid van publieke figuren en de noodzaak van mededogen in een wereld die soms genadeloos kan zijn.